1,5% van de Surinaamse bevolking is besmet met het HIV-virus. Dat zijn de actuele cijfers die vandaag zijn gepresenteerd tijdens het jaarlijkse HIV-symposium. Dat wordt georganiseerd door de Stichting Post-Academische Onderwijs Geneeskunde Suriname, SPAOGS. Het symposium wordt gehouden als nascholing voor de artsen die werken in ziekenhuizen. Het thema van het symposium is HIV in Suriname, het roer moet om. Bij het laatste rapport van de UNAIDS bleek dat Suriname een van de landen is waar het aantal nieuwe HIV-infecties aan het stijgen is, zegt Lieke Wotje, programmavoorzitter van het symposium. En een probleem is dat die aantallen stijgen in plaats van dalen, terwijl we juist zouden willen dat dat daalt. En een groot probleem is dat veel mensen die leven met HIV niet weten dat ze HIV geïnfecteerd zijn. Dat komt omdat je jarenlang HIV bij je kan hebben zonder dat je daar klachten van hebt. En veel mensen hebben toch nog het idee van ik ben niet ziek, ik ben niet mager geworden, dus ik kan geen HIV-infectie hebben. En laten zich dus niet testen. En daardoor krijgen we de epidemie in Suriname tot nu toe niet helemaal goed onder controle. Nou, het is ook zo dat de mensen die wel weten dat ze HIV hebben, niet altijd de therapie goed gebruiken. Dat heeft voor een deel te maken met de toegang tot de therapie, waarbij door dreigende tekorten mensen voor minder lang hun medicijnen meekrijgen en dus vaker op en neer moeten naar het ziekenhuis en met de kosten die daarbij gepaard gaan in deze situatie. Tijdens het symposium kwam aan de orde de noodzaak tot het voorkomen van HIV-overdracht door middel van behandeling als preventie en het beschikbaar maken van pre-expositie profilaxe, oftewel PrEP. Wotje legt uit dat personen die besmet zijn met het HIV-virus al jaren toegang hebben tot HIV-remmers om ervoor te zorgen dat zij door kunnen leven. In principe krijgen mensen gratis hun HIV-remmers, dus mensen die leven met HIV krijgen nog steeds gratis hun medicatie. Per keer dat ze het ophalen moeten ze 2 SRD afhandelingskosten betalen om zeg maar, de kosten van de apotheek een beetje tegemoet te komen. Nou is 2 SRD, misschien is het naar 5 SRD verhoogd inmiddels. En de kosten van het op- en neerreizen, dus het vervoer naar het ziekenhuis om de medicijnen op te halen, het vervoer naar de apotheek. Maar de medicijnen zelf zijn in principe gratis. Is er genoeg medicijnen of is er misschien sprake van een tekort? Er is een dreigend tekort van medicatie, helaas. Dat hebben we de afgelopen jaren vaker meegemaakt door vertragingen in het bestelproces, door onderbrekingen in de supply chain, dus de aanvoerroute van de medicatie. En ook nu is er door vertraging in het bestelproces te laat medicatie besteld. De deelnemers aan het symposium waren huisartsen, RGD-artsen, medische zendingartsen, artsassistenten, zaalartsen, artsen in opleiding, medische specialisten, apothekers en HIV-verpleegkundigen.